naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer nieuwe make-up testen. Een nieuw merk die ik nog nooit heb getest. En dat is het make-up merk van Olcay Goulsen. Als ik het goed uitspreek. Zij heeft een compleet make-up merk. Ik heb hier al haar producten. En ik ben super benieuwd naar al deze make-up. Want het ziet er online echt fantastisch uit. Deze make-up video is door jullie aangevraagd. Dus ik heb gewoon op hun website heel deze collectie besteld. Het is echt een super fijne website. Ik had het besteld en ik had het de volgende dag gelijk binnen. Ik heb niet de hele collectie gekocht. Maar ik heb wel elk product wat er is gekocht. Dus van elke productcategorie heb ik één ding gekocht. Wat ik ook echt super fijn vond, was dat ze ook bundels hebben. Dus ik hoefde niet alles één voor één te kopen. En op die manier hoefde ik ook minder te betalen. Dus ik heb één bundel gekocht en een aantal dingen los. En op die manier heb ik gewoon de hele collectie kunnen shoppen. Wat ik niet heb besteld zijn de beauty tools. Dus de spons en de kwasten. Want ja, die hoefde ik gewoon niet. Ik wilde echt alleen maar de make-up testen. Mocht je die toch nog willen zien, let me know. Ik heb het dus niet gratis gehad in PR. Ik heb het gewoon zelf besteld op hun website. En ik weet dat deze make-up ook te koop is bij de Ethos volgens mij. Maar ik vind het gewoon makkelijker om vanuit de website te bestellen. Want dan heb je ook gelijk alles. Ik heb in totaal iets van 140 euro of zo betaald hiervoor. Dus ik hoop echt dat ik mijn geld niet heb verspeeld. En dat de make-up ook echt goed gaat zijn. Zoals altijd ben ik weer super eerlijk. Dus ja, laten we gewoon snel gaan beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 beauty video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, wat me al gelijk opviel aan alle producten is dat het best wel is gericht op natural beauty, op natural make-up. Alles heeft ook een beetje lichte medium dekking en zo. Dit is denk ik echt absoluut geen collectie voor mensen zoals mij. Die houden van een full beat, full glam face. Dus daar ga ik ook wel rekening mee houden. Ik ga vandaag echt een natural lookje maken. Dus ik denk dat dit een ideale collectie is gewoon voor de everyday meiden die niet te veel make-up op willen. Ik zal eventjes kijken welke bundel ik nou precies had gekocht. Ik heb het oogschaduwpaletje losgekocht. Ik heb een bundel gekocht van 3 lipglossjes. Was 35 euro. En ik heb de Rescue Bundle gekocht in de kleur Medium Dark. En die was 70 euro. In totaal heb ik 130 euro betaald. Ik vond die bundels echt zo handig. Het enige nadeel aan een bundel is wel is dat je niet echt kleuren kunt mixen. Want er was een Medium Dark bundel en een Light Medium volgens mij. Ja, ik ben gewoon gegaan voor Medium Dark. En ja, we zien wel hoe dit gaat uitlopen. Ik ga beginnen met een gezichtsmake-up. De collectie had geen primer, dus ik ga gewoon eventjes mijn Bykelsha Gold Elixir primer gebruiken. By the way, mijn gezicht is een beetje rood. Hier zo, hier, hier, hier. Dat komt door de Halloween look die ik gisteren heb gemaakt. Want ik heb allemaal nep bloed gebruikt. En nep bloed geeft echt ontzettend veel vlekken op je gezicht die ik er bijna niet afkrijg. Dus ik heb mijn best gedaan om het er helemaal af te krijgen. Maar ja, je kunt nog allemaal die rode plekken zien van dat nep bloed. Als je mijn Halloween looks wilt zien, die staan allemaal op mijn Instagram. En er komen er nog een aantal. Oké, ik ga beginnen met de foundation. Of ja, ze heeft geen foundation. Ze heeft een CC cream. Mensen, deze verpakkingen zijn echt topnotch. Super mooi. Zo mooi nude. Heel chic. En dan ook dit zo erop. Dit staat ook op elke verpakking. Dit zo. En dit is ook echt 3D. Dit is er echt zo opgezet. Dit hoort niet zo bij de verpakking. Dus je kunt hem echt voelen. Super leuk. Ik heb de CC cream in de kleur medium dark. CC cream is dus echt een hele lichte dekking. Kijk deze verpakking. Is dit niet echt de meest mooie verpakking ever? Echt fantastisch. Iets wat iets minder fantastisch is. En dat is dat er maar 2 kleuren zijn. Medium dark of de lichte. Dus ja, 2 kleuren is niet echt heel handig. Ik weet dat het niet heel veel dekking heeft. En dan hoef je niet heel veel kleuren te hebben. Maar op zijn minst iets van 5 kleuren is niet echt te veel gevraagd. Maar goed, ik ga hem gewoon gebruiken. CC cream. Dit is een color correcting cream. Daar staat CC voor. En dat is heel goed om ja, de kleur op je gezicht te corrigeren letterlijk. Dus als je rode plekken hebt en zo, dan wordt het allemaal geëgaliseerd. Ik heb een vrij egale huid, maar ik heb wel rode plekken nou van dat nepbloed. Dus op zich komt dat wel goed uit. Nou, dan kunnen we gelijk zien of dit echt goed gaat werken. Dit is hoe die eruit ziet. En ik ga gewoon een beetje aanbrengen op mijn gezicht. Ik denk dat de kleur wel oké gaat zijn. Oh, ik zag dus dat je dit kunt draaien. Dus ik draai en dan zie ik opeens dit. Ik denk dat dit een spons is om het mee uit te blenden of zo. Wie gaat nou dit gebruiken? Echt nobody. Maar ik vind het wel heel grappig gedaan. Ik gebruik gewoon mijn Maria Malky spons. En dan ga ik alles gewoon zo inblenden.
Oké, okay, nou dat ziet er inderdaad echt super, super natuurlijk uit. De kleur is in principe prima voor mij. Het heeft mijn gezicht inderdaad heel mooi egaal gemaakt. Het heeft ook een hele mooie natuurlijk glans. Zien we dit? Mijn gezicht glanst nog helemaal. Het is dus echt super, super natuurlijk. But I'm here for it. Ik vind het wel mooi. Ik heb ook een normale tot droge huid. Dus ik vind een glansje altijd super mooi. Ik denk dat mensen met een vettige huid hier iets minder blij mee zouden zijn. Maar ja, je kunt er gewoon ook altijd een matte primer onder doen. En dan wordt alles toch nog een beetje matte. Maar ik vind het heel mooi. Heel mooi natuurlijk. Het heeft niet heel veel dekking. Maar ja, CC cream, dat is ook echt niet te verwachten. Het heeft mijn huid echt wel mooi egaal gemaakt. Tint mooi egaal gemaakt. En dat is ook gewoon wat je hoort te doen. Ik zal even iets meer close-up laten zien. Je kunt nog wel een beetje de rode vlekken zien. Maar ja, om die helemaal te bedekken, dan moet ik echt ingaan met een volledig dekkende foundation. Maar ja, I like it. Ik vind ook dat het lekker ruikt. Ik vind de verpakking heel cute. En de kleur is ook wel gewoon goed. Dan ga ik verder met de concealer. Ik heb hier de Olshay Bright Eyes Lifting Concealer en Eye Primer. Dit zijn dus twee producten in één. I'm totally here for it. Want als je twee producten hebt in één, dan betaal je uiteindelijk minder. Dus I'm here for it. Deze heb ik ook in de kleur medium dark. Ja, ook medium dark. Hier ben ik wel een beetje bang voor. Want mijn concealers wil ik gewoon licht hebben. Oh, op zich is hij best wel licht. Dit is de verpakking echt prachtig. Ik vind de verpakkingen echt zo mooi. Niet te doen. Oké, okay, even kijken. Dan heb je hier dus de concealer kant. En hier heb je de oogschaduw primer kant. Dus ik ga ze gewoon even allebei gebruiken. Bright Eyes Lifting Concealer. Ook deze concealer heb je maar in twee kleuren. Is ook weer super weinig. Dit is dus dark. Maar gelukkig is hij toch best wel licht. Daar ben ik wel blij mee. Dus ze hebben er wel over nagedacht. Dat je een concealer moet hebben in een wat lichtere kleur. Al is hij wel donkerder alsnog. Dan dat ik normaal zou gebruiken. Maar goed, ik denk ook dat het een best wel natuurlijk concealer gaat zijn. Ik had het echt geweldig gevonden als je ook bundels kon mixen. Dus dat ik in de bundel, als het gaat om de gezichtsproducten, dat je ook wat kleuren kunt wisselen. Want dan had ik van de concealer de lichtere kleur gedaan. Dan pak ik de eye primer kant, die is gewoon wit. Heel apart. Ik heb echt nog nooit zo'n 2-in-1 product gezien. En deze ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid om het te primen voor de oogschaduw. En dan ga ik alles weer uitblenden met mijn spons. Toen ik op haar website was, zag ik ook dat ze echt prachtige bodysuits verkoopt. Ik wist helemaal niet dat ze kleding had ook. En die waren echt prachtig. Ik was er nog over na aan het denken om die ook te bestellen. Ik heb het toch niet gedaan. Ik had ook een beetje haast. Ik heb dit allemaal midden in de nacht besteld. Want ik kon niet slapen. Dus ik dacht ook niet heel goed na. Maar ik hou van bodysuits. Ik draag heel vaak bodysuits. Dat is echt mijn go-to look. Een bodysuit en dan met een jeans, een high-waist jeans. Dat is echt mijn go-to look. Dus ik denk dat ik ook wel zo een bodysuit bij haar ga bestellen. Je hebt hem ook in prachtige nude kleuren. En daar hou ik ook van. Dus haar bodysuits waren echt helemaal iets voor mij. Ook nog die nude kleuren. I love it. Oké, dit is de concealer en de oogschaduwprimer. Ik ga heel eerlijk zijn, ik had er niet veel van verwacht. Maar op zich brengt hij echt wel fijn aan. Kijk even hoe mooi het is verlicht. Er staat ook op Bright Eyes en dat is ook echt. Hij heeft hier wel echt heel mooi verlicht. Ik denk dat ik nog blijer was geweest als ik de lichte concealer had gehad. Maar aan de andere kant misschien was hij ook weer te licht geweest. De oogschaduwprimer is... Oké, hij is een beetje aan het creasen, maar dat doet elke oogschaduwprimer. Ik vind wel dat de oogschaduwprimer meer dekking had kunnen hebben. Ik denk niet dat ik die nog heel vaak zou gebruiken. Maar ik vind hem wel heel mooi. Maar het is niet de beste oogschaduwprimer die ik hier heb liggen in mijn la. Maar ik vind het wel heel handig dat dit samenkomt met de concealer. Want ik prime ook altijd met mijn concealer. Dus dan kan ik gewoon snel de concealer aanbrengen en dan de primer aanbrengen. En dan ben ik gewoon snel klaar. Dat scheelt superveel tijd. Deze collectie is echt ideaal voor mensen die niet te veel tijd hieraan willen besteden. Ik vind echt dat ik er prachtig uitzie. Het is ook wel weer echt een glanzende concealer. Hij heeft geen volledige dekking. Ik hou altijd van een concealer met een volledige dekking. Maar voor de naturel dagen is dit echt gewoon ideaal. I like it. Dan heb ik ook nog een losse poeder. Dit is de Everyday Smooth Loose Mattifying Powder. Deze maakt dus mat. Dat vind ik wel handig gedaan, want al haar producten zijn glanzend. Dus dan is het fijn dat ze er ook een mat product bij doet. Voor de mensen die als toch wel weer een beetje mat willen maken. Aan de andere kant heb ik ook wel weer iets van, ja, maar als ik glanzende producten gebruik, dan ga ik dus voor een glans, anders zou ik überhaupt geen glanzende producten gebruiken. Dus het was echt fijn geweest als ze ook een glanzende poeder had gehad, maar goed. Dit is dus de losse poeder. Het is een matte losse poeder. Je had hem ook maar in één kleur. Hij is een beetje zo licht roze. Zoals je kunt zien, licht roze is altijd een hele fijne kleur qua poeder om het goed te verlichten. Maar ik hoop wel dat het niet te roze gaat zijn, want dat is ook weer niet mooi. Dit is hoe die eruit ziet als je hem openmaakt. Oh, het is met zo'n klepje. Kijk.
En dan is hier het product. Oké, laten we gaan aanbrengen. Eerst even de creases weghalen. Ik moet zeggen dat de concealer niet echt creased. De oogschaduwprimer wel. Kijk, je kunt ook al gelijk zien dat het verlicht. Je ziet echt zo die hele witte roze kleur. En dat is echt een verlichtingskleur. Ik had ooit zo'n roze poeder gebruikt van een ander merk. En die was echt super slecht, want die was echt veel te roze. Maar dat is dus hier echt niet het geval. Het is gewoon zo perfect roze. Ik ben met mijn kwast in mijn ogen gegaan. Oh mijn god, nou gaat mijn oogtranen. Oké, de poeder was ook heel erg mooi. De kleur is mooi. Hij verlicht echt heel erg mooi. En hij maakt inderdaad echt mat. Ik zie nou echt helemaal dat het hier helemaal mooi en mat is gemaakt. Ik ga even een foto maken van mezelf met flits om te zien of hij flashback heeft. Nee, jongens, geen flashback. Woe! Oké, dit gaat echt goed. Oh mijn god, ik ben echt heel blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. Oké, dan heb ik hier nog een cream product. Dit is de Glam Easy Highlight Plus Multi Face Color. Dit is een soort van gekleurde blush slash bronzer. Het is gewoon een all-over face cream die je kunt gebruiken voor wat je wilt. Dit is weer de verpakking, weer super mooi. En je moet hem zo opendraaien en dan komt het eruit. Kijk, dan komt het zo eruit. En dan als je hem weer dichtdraait, gaat het dicht. En dan als je hem opendraait, gaat hij weer open. Ik heb de donkere kleur. Je hebt ook een lichtere kleur. Ik heb de kleur Gold plus Bronze. Kijk, dit is de bronzy kleur. Dit lijkt mij heel mooi als een soort van blusje slash bronzer. En dan als je deze doordraait, dat wist ik niet. Dat heb ik online toevallig gezien. Maar als je deze doordraait, dan heb je daar nog een highlighter. Dus dit is dan de Gold plus Bronze versie. De andere versie is een stuk lichter. Dus als je een lichte huidskleur hebt, dan zou ik gaan voor die versie. Ik laat gelijk hier weer alles vallen. Ik had het misschien moeten aanbrengen voordat ik inging met de poeder. Maar ik was het vergeten. Maar ik heb de poeder sowieso alleen maar aangebracht waar ik concealer heb gedaan. Op de andere plekken niet. Dus daar kan ik gewoon dit aanbrengen. Ze zijn wel heel creamy. Ik was nooit echt van de cream producten. Maar sinds ik een cream blush heb ontdekt die ik geweldig vind, ben ik wel into cream producten. Dit zijn dan de twee kleuren. Een soort van blush, bronzer en een highlight kleur. Oké, ik ga het gewoon aanbrengen. Ik ga beginnen met de donkere kleur daar beneden. Die ga ik echt aanbrengen met een klein kwastje. Want deze gebruik ik ook altijd voor mijn cream blush. Of ja, een klein kwastje op zich is wel een grote kwast. Ik pak gewoon zo een klein beetje. En dan dep ik het gewoon zo in. Alsof ik een soort van blush slash bronzer aanbreng. Oeh, I like it. Kijk hoe mooi bronzy het is. Het is helemaal niet zo donker. Het brengt iets lichter aan dan wat het hier lijkt. Ik ga ook een beetje aanbrengen bij mijn voorhoofd. Oké, ik vind het denk ik niet echt geschikt als bronzer. Ik vind nou dit zo hier zo niet zo heel mooi. Ik zou het geen tweede keer meer doen. Maar als blush vind ik het echt prachtig. Kijk even hoe mooi dit is. Heel mooi glanzend zo. I like it. Je kunt ook een beetje zo aanbrengen met je vingers. Dat is allemaal ietsje sneller of zo. Het blendt echt heerlijk uit. Als je het aanbrengt, dan blijft het niet zo raar plakken. Het blendt gewoon helemaal zo prachtig uit. De glans is ook niet too much. Dit is echt heel mooi en echt heel erg makkelijk. En dan heb je ook gelijk de highlight kant. Die ga ik ook aanbrengen met mijn vinger. En die breng ik dan een beetje zo hier aan. Kijk even deze glow. Het is echt heel naturel. Ik hou altijd van een hele heftige glow. Ik zou hier nog een extra glow op aanbrengen. Maar ik vind dit zo echt al prachtig. Ik denk dat heel veel mensen hier heel blij mee zouden zijn. Dan ga ik het ook nog een beetje hier aanbrengen. Ik ben echt blij met hoe ik eruit zie. Ik vind het echt mooi. En dan weer zo alles terugschuiven en dan is hij helemaal klaar. Dit is zo klein en zo compact. Echt super handig voor to go voor in je tas. En je kunt daar gewoon door de dag heen een beetje zo bijwerken. Ik ga wel weer even een beetje poeder aanbrengen. Want anders is mijn gezicht iets te glanzend. Ik pak een klein beetje van de poeder voor bij mijn voorhoofd vooral. Want ik heb een groot voorhoofd. En als het daar glanst, dan lijkt alles nog groter. Breng vooral geen poeder aan op de glow. Anders gaat dat hele effect weg. En dat wil je natuurlijk niet. Ik ben echt zo blij dat ik geen 140 euro heb verspild. Want ik was echt bang dat ik het zou bestellen. En dat ik dan alles slecht zou gaan vinden. Oh my god. Want die dingen gebeuren gewoon echt, hè. En dan heb ik gewoon echt geld verspild. Maar tot nu toe ben ik heel blij met het effect. Alles is super mooi. I like it. Ik ga verder met de ogen. Ik heb hier een oogschaduwpaletje. De Dolce X Ulche Beauty Eyeshadow Palette. Deze had je in 3 verschillende kleuren. Ik wilde gaan voor een andere meer neutrale kleur. Maar dat paletje was uitverkocht. Dus ik ben gegaan voor Ice Ice Baby. Kijk haar hier staan op de voorkant. Kijk even hoe mooi deze foto is. Echt super super een mooie foto. En je kunt hem dan gewoon zo uitschuiven. En dan heb je hier het paletje weer met die prachtige verpakking. Super, super mooie verpakking.
En dan zijn dit de kleuren. Dit was van de drie paletjes het meest heftige. Want je hebt best wel felle kleuren, blauw en zo. En die andere twee paletjes waren echt wel meer naturel. Dus ik ga even hiermee een lookje maken. Ondanks dat er wel heftige kleuren in zitten, is het alsnog een vrij neutraal paletje. Dus ik ga hiermee gewoon een hele mooie draagbare look creëren. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Nou, mijn ogenprimer hoeft dus niet meer. Want dat hebben we al gedaan met de concealer slash oogschaduwprimer. Dus we kunnen gelijk beginnen met het paletje. Ik ben heel erg benieuwd naar dit paletje of je echt goed gaat zijn. Ik ga beginnen met de bruine matte nude kleur, die heet Flashy. En met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast ga ik deze kleur aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Dit wordt de transitiekleur. Dan pak ik de donkerbruine kleur, die heet Hitched. En met een iets kleinere Fluffy Quast, Zoeva 224, ga ik deze kleur ook aanbrengen in mijn arcadeboog. Ik wil het vooral richten hier op de buitenste hoek. Dan pak ik de heftige glanzende kleur hier, die heet Ice Cold. Deze kleur lijkt echt het meest heftig van het hele paletje. Het is een beetje een ijzige kleur. En die kleur ga ik zo aanbrengen op mijn ooglid en dan vooral gericht op de binnenste hoek. En dan zo tot aan het midden. En daarnaast breng ik de blauwe kleur Bombastic aan. Ook met mijn vinger weer ga ik die zo hier aanbrengen, ernaast en dan vooral gericht op de buitenste ooghoek. Dan pak ik deze lichte champagne kleur hier, die heet Bling Bling. En die kleur ga ik zo aanbrengen hier een beetje in de binnenste ooghoek. Dat beetje plek die ik hier nog heb, die kleur is heftig. Ga ik nog hier ook een beetje aanbrengen, zo in een lijn omhoog. Deze kleur is echt heftig. Deze kleur leek helemaal niet zo heftig in het paletje. Maar hij is echt super heftig. Oké, jongens, deze look is echt prachtig. Dan pak ik weer een beetje van die donkere kleur Hitched. Dan ga ik die nog hier aanbrengen in de buitenste hoek om alles mooi in elkaar te blenden. Kijk even hoe mooi dit is. Echt heel mooi. De kleuren werken echt heel goed samen. Oké, ik heb nu dit andere oog ook gedaan. Hier is wel echt een beetje fallout zoals je kunt zien. En het gaat ook niet van mijn gezicht af. Oh my god. Het plakt gewoon helemaal vast. Maar ja, valt niks aan te doen, hè jongens. Misschien een beetje poeder aanbrengen. Ik ga even een nude oogpotloodje aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Dan pak ik weer de donkerbruine kleur Hitched. En die ga ik een klein beetje aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Ik breng hem alleen niet helemaal naar binnen. Ik ga tot ongeveer de helft. En dan ga ik die kleur uitblenden met de bruine kleur Flashy. Oké, dit was echt een fijn paletje. I love it. Ik ben echt heel blij met hoe deze look is geworden. Dan heb ik hier ook nog van hun een eyeliner. Ik heb hier de eyeliner pen plus lash growth. Dus dit is een eyeliner pen die ook je wimpers moet stimuleren om langer te worden om te groeien. Dus ik ben benieuwd. Maar ik heb echt geen wimpers, dus mijn gaan ook echt niet groeien. Oké, dit is dan de verpakking van de pen. Ook weer heel mooi. En dit is dan het puntje. Oké, ik ga eventjes hiermee een mooie wing maken. Of ja, proberen te maken. Ik hoop dat die goed is. Oké, dit is het eerste product tot nu toe die ik echt gewoon slecht vind. Gewoon letterlijk slecht. De punt is echt niet fijn. Hij is super hard. Hij beweegt helemaal niet mee. Er komt ook echt bijna geen product van af. Het is helemaal niet goed genoeg gepigmenteerd. Alle glitter oogschaduw eronder komt er helemaal doorheen. Hier heeft hij gewoon kale plekken achtergelaten. Kijk, je kunt gewoon hier zien dat je gewoon allemaal van die plekjes hebt waar je mijn huid doorheen ziet. Helemaal niet zwart genoeg. Hij brengt ook super droog aan. Ik trok echt best wel veel mijn huid mee de hele tijd. Ik vind dit echt een slecht product. Jammer man, de rest was zo goed. Nou ja, laten we maar gewoon snel verder gaan. Ik heb hier ook een mascara. Dit is de Olche Lash Goals Mascara. Heeft ook weer twee kanten. Waterproof kant is deze kant en de creamy kant. Wat ik echt geweldig had gevonden was als één kant een mascara primer was geweest. Want die gebruik ik altijd. Dus dat was ideaal geweest als je ze twee had. Oké, de waterproof kant is deze kant. Die is zo. Dit is een heel apart dingetje. En dan hebben we de creamy kant. Deze ziet er een stuk beter uit. Ik ga ook echt de creamy kant gebruiken. Zo jammer. Dit is echt een gemiste kans. Als deze kant een mascara primer was geweest. Oh my god, amazing. Ik ga even de creamy kant aanbrengen. Nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga aan de ene kant de creamy kant aanbrengen. En aan de andere kant de waterproof kant. Ik ga beginnen met creamy. Oké, nou de creamy kant was oké. Niet echt heel spectaculair, maar oké. Dan nu de waterproof kant. Oh my god, die is gewoon één stuk brok product. Misschien is het de bedoeling dat je ze allebei gebruikt. Dus dat je misschien eerst de waterproof kant gebruikt en dan pas de creamy kant ofzo. Ja, want dit kan echt niet, oh my god. Nee, ik ga even de creamy kant aanbrengen over de waterproof kant.
Oké, je kunt het allemaal niet heel goed zien omdat ik echt super mini wimpers heb. Maar deze kant heeft nou meer volume omdat ik die waterproefkant eronder heb gedaan. Maar hij laat alles wel helemaal aan elkaar plakken. Dus die waterproefkant vind ik echt helemaal niks. De creamy kant, ja, hij is oké, maar vind ik het waard om heel dit bedrag voor deze mascara te gebruiken. Als je één hele kant al niet gebruikt en de andere kant is een moi, niet echt. Dus ja, ik ben ook niet echt onder de indruk van de mascara. Ik ga even mijn Primark wimpers opdoen in de stijl 730. Ook ga ik een beetje mascara aanbrengen op de onderste wimpers. En dan kom ik zo bij je. Oké, jongens, we zijn gearriveerd bij de laatste producten. En dat zijn de drie lipglossjes. Dit zijn de Serious Shine Lip Balm plus Lip Gloss. En ik heb alle drie de kleuren. Ik had ze in de bundel gekocht. En ook dit is weer een 2-in-1 product. Want je hebt de lip gloss aan de ene kant. Hier is de lip gloss. En aan de andere kant heb je een random lipbalmpje. Super apart. Ik ga even dit lipbalmpje aanbrengen. Ik heb wel vaak 2-in-1 producten gezien met een lipstick en een lipgloss. Maar nog nooit met een lipbalm. Nou, deze lipbalm is echt ontzettend fijn. Hij geeft ook geen witte waas. Het voelt een beetje aan als olie. I love it. Nou, de lipbalm is echt top. De lipbalmpjes zijn bij alle drie de same. Ik ga even wel alle drie de glossjes aanbrengen om te laten zien. De lipbalm eraf halen. Ik ga beginnen met de kleur Perky Peach. Oké, dit is dan de kleur Perky Peach. Ik vind dat hij niet fijn aanbrengt. Ik vind de kleur ook niet mooi en ik vind de finish niet mooi. Het is een beetje zo'n metallic finish. En dat vind ik echt absoluut nooit mooi op de lippen, want ik vind het gewoon niet mooi uitzien. En het laat de textuur op mijn lippen te goed zien. En ik heb best wel droge lippen, dus ik heb best wel wat textuur. En dat vind ik dus gewoon absoluut niet mooi. Dus deze wordt me al niet voor mij. Ik ga alsnog de twee andere aanbrengen. Ik ga nu voor de beetje oranje kleur, die heet Hot Coral. Er komt ook niet echt heel veel pigment vanaf. Ze brengen echt aan als een cheap-ass lipgloss. Gewoon alsof ik gewoon kindermake-up gebruik. Oké, ik vind dit er al wel een stuk beter uitzien. Maar ook de applicator, hij pakt niet veel op. Dus je moet best wel vaak terug hierin. Ik vind het gewoon niet zo mooi. Al vind ik hem wel mooier dan deze andere. De laatste kleur heet Nude Pillow. Deze is ook echt niet mooi. Deze lijkt op die eerste kleur, ook weer die finish, hoe het aanbrengt. Nee, ik vind de glossjes echt niet fijn. Terwijl ik vind de lipbalmkant wel heel erg fijn. Deze lipbalmpjes, I love it. Maar echt die lipgloss, ook hoe die aanbrengt. Ze brengen gewoon zo goedkoop aan. Niet te doen. Ik vind ze helemaal niks. Oké, dat was het dan. Dat waren alle producten. Oké, nou dit is dan de hele make-up look. Ik ben echt heel blij met hoe ik eruit zie. Ik vind het echt een mooie make-up look geworden. Ondanks dat er toch een aantal producten bij zaten die ik niet zo goed vond. De video begon echt super goed en het ging steeds slechter en slechter richting het einde. Ik zal nog heel even snel vertellen wat ik van alles vind. Deze CC cream vind ik echt heel erg mooi. I like it, hij brengt mooi aan. Het is een hele mooie natural finish. Ideaal voor mensen met een beetje rode plekjes op hun gezicht. Let wel op, het gaat je gezicht niet volledig bedekken. Het is echt gewoon een lichte dekking. Maar ik vind hem heel erg fijn. Als je houdt van dit soort creams, dan vind je hem heel erg fijn. De poeder vind ik ook fijn. Hij maakt je gezicht mooi mat. Het enige wat ik de volgende keer anders zou doen, is dat ik deze poeder echt alleen maar aanbreng onder mijn ogen. Want hij is toch best wel roze en dat is alleen maar mooi onder de ogen. Want mijn huidskleur heeft een warme ondertoon, geen roze ondertoon. En omdat ik het best wel veel over mijn gezicht heb aangebracht, heeft hij mijn gezicht een beetje roze gemaakt. Dus deze zou ik alleen maar aanbrengen onder de ogen. Ik zou het echt fantastisch vinden als er nog zo'n poeder maken met een gelige ondertoon. Deze cream, blush, cream, bronzer, cream, highlighter, cream. Alles is ook echt geweldig. I love it. Ik vind deze echt super mooi als blush en deze als highlighter. Ik zou hem niet meer gebruiken als bronzer echt over mijn voorhoofd. Want ik vind hem toch wel gewoon het mooiste als blush. Dus deze ga ik zeker nog gebruiken. I like it. De glossjes vind ik echt vreselijk. Is echt gewoon net kindermake-up. Echt mijn geld hier aan verspild. Ik vind ze niet fijn. Ik raad ze ook gewoon niet aan. De concealer en de oogschaduwprimer vind ik heel erg fijn. Echt gewoon een hele fijne everyday alledaagse to-go concealer en oogschaduwprimer. I love it. Voor de mensen die oogschaduwprimer altijd een beetje een extra stap vinden en geen zin hebben voor die extra stap. Voor die mensen is dit echt handig, want je brengt het gewoon aan als concealer en dan voelt het niet per se alsof je nog een extra stap doet. Ik vind oogschaduwprimer altijd heel erg belangrijk. Als je oogschaduw aanbrengt, het maakt echt verschil. Dus ja, I like it. Ik vind het echt een fijn product. Het oogschaduwpaletje vind ik ook echt een fijn product. Heel erg mooi. Vind ik het beste paletje ever? Nee, absoluut niet. Ik heb een aantal paletjes die echt beter zijn, maar je kunt er echt wel een prachtig look ermee maken. Let wel
op dat de glanzende kleur vooral hier best wel wat fallout heeft. En het ook niet meer van mijn gezicht afging. Dus de volgende keer zou ik eerst mijn ogen doen en dan pas mijn gezicht. Maar ik raad hem zeker aan. Echt een mooi paletje. En dan als laatste de eyeliner en de mascara. Allebei bagger. De eyeliner pen is echt het slechtste product van vandaag. Ik heb al net verteld. Hij brengt super slecht aan. Geen pigment. Super droog. Echt helemaal niks. De mascara, de waterproof kant vind ik echt helemaal niks. En de creamy kant vind ik een moi. Ik vind hem niet heel slecht. Niet heel goed. Maar ja, voor de prijs. En je kunt eentje al niet gebruiken. Zou ik hem gewoon niet aanraden. Nou, dat is dus wat ik van alles vind. Ik zet ook beneden in de beschrijving wat ik allemaal heb gebruikt vandaag. En de website waar je het gewoon makkelijk kunt bestellen. Ik vond de website echt super fijn. En ik had ze binnen een dag binnen. En ja, al met al vind ik het echt een fijne collectie. De verpakking is mooi. Ik ga echt een heleboel van deze producten zeker nog gebruiken. Dus je gaat ze zeker nog wel zien in mijn video's. Ik ben ook heel benieuwd weer wat jullie vonden van de video. Van de make-up, van de look, van de producten. Laat me jullie mening ook horen beneden in de reacties. Want dat vind ik altijd heel erg leuk. Mensen die misschien een aantal producten ook hebben. Laat ons even weten wat jij van de producten vindt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!